staan hier op dit moment op Den Haag-Moerwijk. En we zijn op dit moment aan het station bezig om hier verbeteringen door te voeren. Maar het weekend gaan we ook werken aan het spoor. Dat zal betekenen dat we vanaf Den Haag-Moerwijk tot en met Rijswijk bezig zijn om één spoor compleet te vernieuwen. Dat betekent nieuwe rails, nieuwe dwarsliggers. Dat worden dan betonnen dwarsliggers in plaats van houten dwarsliggers. En vervolgens gaan we ook de stenen die altijd rondom het spoor liggen, gaan we ook compleet vervangen. Het doel van de werkzaamheden die we uitvoeren is dat het spoor veel stabieler en egaler komt te liggen. Nou, dat zorgt er weer voor dat het geruislozer is. Dat is voor de reiziger prettig, maar ook voor omwonenden van het spoor. Op zich zijn er hier 4 sporen en we gaan 1 spoor compleet vernieuwen. Dus we zullen iets minder treinen reizen. Daarom adviseren we wel reizigers om vlak voor hun reis even de reisplanner op internet te controleren van NS. Om te kijken hoe laat hun trein precies vertrekt.